Dames en heren, we weten allemaal dat de Max Havelaar, de klassieker uit 1860 van Multatuli, oftewel Eduard Douws-Dekker, niet alleen prachtig van stijl is, maar ook als belangrijke boodschap heeft dat de Javaan wordt mishandeld. We weten ook dat deze roman weliswaar nog steeds zeer gewaardeerd wordt, maar op de middelbare school steeds minder gelezen wordt. De Max Havelaar heeft dan ook een complexe, bijna postmoderne structuur. Er komen verschillende vertellers aan het woord in uiteenlopende literaire onderdelen, die op een ingenieuze manier met elkaar verweven zijn. Ze passen bijna als patrouchka-poppetjes in elkaar. De roman begint met het satirische verhaal van Droogstoppel, de inhalige, bekrompen en zogenaamd godvruchtige Amsterdamse koffiehandelaar. Maar al snel wordt duidelijk dat alles draait om het verhaal van Max Havelaar, de bevlogen koloniale bestuursambtenaar die in Indië strijdt. Tegen het onrecht en voor de Javaan. Maar daarbinnen zijn er natuurlijk de tragische liefdesgeschiedenis van Saitja Nadinda, de beroemde reden tot de hoofden van Lebak, de legende van de Japanse steenhouwer, verschillende gedichten, een kort toneelstukje waarin Barbertje moet hangen en uiteraard het pak van Sjaalman. Aan het beroemde slot van de roman neemt Multatuli zelf de pen op. Om koning Willem III te vragen of het zijn wil is dat de Javaan wordt mishandeld. Kortom, het is een roman die nog steeds actueel is, zeker gezien de huidige discussie over racisme en Black Lives Matter. Een roman die ook aandacht verdient op middelbare scholen. Vandaag wil ik het graag over één specifiek aspect van Miltatuli's werk hebben. Zijn veelvuldige gebruik van opzommingen, van lijsten. Het pak van Sjaalman uit de Max Havelaar is zijn bekendste lijst. Een opsomming van 148 sterk uiteenlopende onderwerpen die simpelweg onder elkaar zijn geplaatst, dus typografisch verticaal gemarkeerd, alle hetzelfde beginwoord hebben en variëren van over de koffiecultuur te Menado, over de Emile van Rousseau, over het recht van opstand bij onderdrukking, over de schoonheid van de vrouwen te Niem en te Arlen. Maar ook over besmettelijke ziekten. Helaas nog steeds een actueel thema. Ik kom zo op dit pak van Sjaalman terug. Een andere bekende lijst in Multatuli's werk wordt gevormd door de reeks van 1282 genummerde ideeën. Die Multatuli tussen 1862 en 1877 publiceerde in zeven delen. Sommige ideeën zijn heel kort, bijvoorbeeld idee 1. Misschien is niets waar, en zelfs dat niet. Andere ideeën zijn weer langer en vormen in een enkel geval samen zelfs een hele, zij het onvoltooide roman Woutertje Pietersen. Ook hier kom ik op terug. Die lijsten roepen de volgende drie vragen op. 1. Wat doet het pak van Sjaalman in de Max Havelaar? 2. In hoeverre hangt deze lijst samen met Miltatuli's andere werk, bijvoorbeeld de ideeën en in het bijzonder Woutertje Pietersen? En 3. Is de lijst bruikbaar als onderzoeksinstrument? Voor ik daarop inga, even kort wat meer over ander lijstonderzoek. Want uiteraard ben ik niet de eerste die ingaat op lijsten of het pak van Sjaalman. Recentelijk brachten Evelien Neven en Bart Vervaak een wetenschappelijk themanummer uit over de lijstvorm in de literatuur. waarin Miltetuli en het pak van Sjaalman centraal staan. Hans van der Voorde schreef daarin een origineel stuk. waarin hij het pak van Sjaalman benadert als een gedicht, dat wil zeggen als een verticaal gepresenteerde tekst. Met ritme en metrum, assonanties en alliteraties, parallellen, contrasten en metaforen. Maar er waren meer interessante bijdragen waar ik graag gebruik van maak. Zelf heb ik overigens ook eerder gepubliceerd over lijsten. Ook internationaal zijn er relevante publicaties over de lijst, onder andere van Robert Belknap, De List uit 2005, of het themanummer van het tijdschrift Staal uit 2016. En niemand minder dan Umberto Eco liet zich uit over de lijst in zijn boek, dat vertaald is onder de schitterende titel De Betovering van lijsten. De lijstvorm, al dus voor vaak een neven, komt overal voor, zeker ook buiten de literatuur. En zo betogen Goody en Meinberger, de lijst wordt al sinds mensenheugenis maar nu nog steeds gebruikt voor de ordening van de wereld. Van to-do list, bucketlist of catalogus tot kalender of agenda waarin een abstractum als de tijd in een lineaire vorm visueel wordt voorgesteld. De lijst zorgt voor duidelijkheid, voor ordening en klassificatie, voor een heldere structuur. De lijst bundelt informatie op een overzichtelijke manier, biedt een geheugensteun en kan gelden als didactisch hulpmiddel. Ik kom hierop terug. De lijst manifesteert zich op de meest uiteenlopende wijze en in de meest uiteenlopende vormen: als reeks, als opzomming, als ordening. De lijst is altijd een selectie. Via de lijst kan ook een wereldbeeld, een ideologie, een visie worden uitgedragen. Denk aan de kanon, een lijst van beste literaire werken. Ik zal hier niet ingaan op de discussies over de definitie van lijsten, zoals gevoerd door verschillende experts, maar volstaan met de vermelding dat ik een ruime definitie aanhoud. Ook literatuurgeschiedenissen sluiten bijvoorbeeld aan bij de lijstvorm. Het zijn, wanneer men ze op enige afstand bekijkt, Lijsten van schrijvers, titels, genres en stromingen. Maar laten we, zoals gezegd, eerst de blik eens kort werpen op de lijst in de Max Havelaar. Daarna ga ik graag in op Woutertje Pietersen om tenslotte meer algemeen de vraag te stellen of we zo'n lijst als onderzoeksinstrument kunnen gebruiken. Eerst dus het pak van Sjaalman. Het maakt de indruk van een los uit de hand gelopen onderdeel van de Max Havelaar, bijna een stijlbreuk in de verhalende passages die eraan voorafgaan en die erop volgen. Wat doet die lijst daar? Zoals ik al zei, gaat het om een eenvoudige lijst van 148 zeer uiteenlopende onderwerpen, die verwijzen naar teksten in het pak van Schaalman, ofwel. In het pak dat Sjaalman, ofwel Max Havelaar, overhandigt aan Droogstoppel nadat ze elkaar in Amsterdam op straat zijn tegengekomen. Sjaalman hoopt dat Droogstoppel zijn teksten zal uitgeven en op basis van dit pak schrijft Stern, een werknemer van Droogstoppel, op dienstverzoek de roman. De onderwerpen beslaan een breed spectrum en hebben vaak een geleerde uitstraling. De grote hoeveelheid thema's onderstreept de overdaad. Sommige kwesties hangen samen, al staan ze niet bij elkaar, en gaan over uiteenlopende zaken als religie, taal, stijl, handel, onderwijs, geschiedenis, politiek, wiskunde, architectuur, techniek en koffie natuurlijk. Maar ook over het maken van azijn of over bosgeluiden. De diversiteit van de lijst is een teken van veelzijdigheid en originaliteit en heeft soms een humoristisch effect. Hoge en lage onderwerpen wisselen elkaar af. Tussen haakjes is ook af en toe het commentaar van de bekromp droogstoppel leesbaar, die er, het is duidelijk, niet altijd evenveel van begrijpt. Let u vooral op het onderwerp over de prostitutie binnen het huwelijk, waarachter tussen haakjes staat: dit is een schandelijk stuk. Miltatuli bedient zich in de Max Havelaar, zijn scherpe aanklacht tegen koloniale misstanden ook op deze manier van humor om zijn boodschap over te brengen. De lijst is dus meer dan een opzomming of een catalogus van onderwerpen. Hij geeft natuurlijk ook informatie over het personage Max Havelaar, die via de lijst geprofileerd wordt als een veelzijdige, misschien wel geniale geest een uomo universale. Drogstoppels opmerkingen bij de lijst tonen hem als een fatsoensrakker met een exclusieve belangstelling voor koffie, die niet alles even goed begrijpt. De lijst is verder ook een vooraankondiging van onderwerpen die elders in de roman voorkomen: over het recht van opstand. Bij onderdrukking verwijst bijvoorbeeld naar de opstanden waarvan sprake is in de geschiedenis van Saitja en Adinda. Qua inhoud lijkt de lijst dus als een web over de hele tekst te liggen en is de lijst een element dat de Max Havelaar eenheid verleent. Maar dat is nog niet alles. Kijken we op een iets andere manier naar de lijst, naar het fenomeen opsomming, dan zien we dat de Max Havelaar vol staat met opsommingen. De takenlijst die Dominé Wawelaar ziet voor het Nederlandse volk in Indië, bijvoorbeeld. De lijst van Droogstoppel, waarin schrijfafspraken staan met Stern om van het pak van Shalman een roman te maken. En de lijst met 194 noten achterin de roman, waarin Miltatuli in de editie van 1881 uitleg gaf over een aantal zaken. De lijst in de Max Havelaar is dus een structurerend element. En een lijst, een opsomming, sluit verder goed aan bij het rhetorische principe van de enumeratio. De lijst is ook duidelijk een uitweiding, een onderbreking van het lopende verhaal, iets waar de hele Max Havelaar vol mee staat en waar in de roman zelfs een specifieke passage aan wordt gewijd. Via de stijlfiguur van de uitweiding wordt natuurlijk ook een link gelegd naar een romantische poëtica. En zo kom ik bij de tweede vraag die ik aan het begin stelde. Hoe verhoudt deze lijst zich tot het andere werk van Multatuli, in het bijzonder tot Woutertje Pietersen? Komen de onderwerpen uit het pak van Sjaalman terug? Is er sprake van lijstvorm en is er sprake van uitweidingen? Ik begin eerst zelf maar eens met een uitweiding. Ik wil namelijk kort iets meer over de achtergrond van de roman en de inhoud zeggen. Woutertje Pietersen een buitengewoon geestige, bij tijd en wijle hilarische roman met onvergetelijke personages als meester Pennewip en Juffrouw Laps, is een tekst die nog steeds zeer de moeite waard is voor de hedendaagse lezer. Woutertje Pietersen werd door Miltatuli nooit apart uitgegeven. Dat wilde hij ook niet, hij maakte de roman ook nooit af. Voor hem was Woutertje Pieterse onlosmakelijk verbonden met de ideeën. Maar het Wouter-verhaal was wel geliefd bij de lezers en zo bracht Multatuli's weduwe Mimi Hamming Schepel in 1890 de eerste editie uit, waarna er nog acht aparte Wouter-edities verschenen, de een wat uitgebreider dan de andere. Maar voor alle edities geldt dat ze uit de ideeën losgevrikt moesten worden, als kiezen uit een gebit. Want omdat Miltatuli in de ideeën vaak weer reageert op Wouter-passages, maken ze daar een bijna onlosmakelijk deel van uit. De laatste editie van Woutertje Pieterse is overigens van Miltatuli-biograaf Dick van der Meulen. Woutertje Pieterse kan gelezen worden als een geestige kritiek op de 19e-eeuwse standenmaatschappij. Velen zien er autobiografische elementen in. Miltatuli-specialist Eep Franke en biograaf Dick van der Meulen, bijvoorbeeld. En dat lijkt ook op te gaan, al vond Multatuli dit zelf een belachelijk idee. Ik citeer Multatuli. De door sommigen geopperde mening dat de Woutergeschiedenis mijn biografie wezen zou, is bespottelijk van ongerijmdheid. Einde citaat. Hoe het ook zij, in de losgecomponeerde roman volgen we via een verteller die alles voorziet van ironiserend of kritisch commentaar de ontwikkeling van zijn held, de jonge dromerige woutertje Pietersen, die in hartje Amsterdam opgroeit in eenzelfde soort omgeving als waar nu deze filmopname wordt gemaakt: het geboortehuis van Multatuli in de Korsenspoortsteeg, het huis waar op dit moment het Multatuli Museum is gevestigd. Heel anders dan zijn christelijke opstand en fatsoen gerichte omgeving is Wouter gefascineerd door romantische verhalen over rovers en prinsessen en gebiologeerd door fancy, een droomwezen dat de inspiratie verbeeldt. Hij leeft ook half in een droomwereld. Eerst zit Wouter nog op school, maar daar moet hij halverwege vanaf van zijn familie om in de handel te gaan werken. Dat wil vooral zeggen her en der pakjes bezorgen. Juffrouw Pietersen, Wouter's moeder, is een weduwe die niet al te veel verwacht van haar zoon. Ze wordt juffrouw genoemd, geen mevrouw, omdat ze van een lagere stand is, maar ook geen vrouw, wat weer lager is dan juffrouw. Verder is er onder andere de oudere broer Stoffel, een bedweter die ook onderwijzer is. Godsdienst, fatsoen en stand zijn sowieso belangrijk voor het gezin Pietersen, maar ook zeker voor de buurt, iets waar in de roman natuurlijk de spot mee wordt gedreven. Het gezin Pieterse is klein en hun onderbuurvrouw heet Juffrouw Laps. Juffrouw Laps gedraagt zich aanvankelijk buitengewoon kwezelig. Zo blijkt tijdens een gezellig buurtavondje, waarop in plat Amsterdams flink geroddeld wordt over de afwezige buren en iedereen erg vroom en standbewust probeert te doen. Juffrouw Laps schept bijvoorbeeld op dat haar vader in de granen was, waarop later wordt gezegd. Onder de granen. Hij had ze namelijk gedragen in een zak op zijn hoofd. Bovendien stelt ze voor extra godsdienstoefeningen te doen, omdat alleen naar de kerk gaan onvoldoende zou zijn. Wouters vriendinnetje is Femke, de dochter van een wasvrouw, iemand van een lagere stand dus, maar dat maakt Wouter niets uit. Ik zal hier nu niet de hele roman belichten, maar ingaan op een aantal beroemde scènes. Op zoek naar onderwerp die Multatuli opzomt in het pak van Sjaalman uit de Max Havelaar. En zoals gezegd, zal ik daarna nagaan in hoeverre ook de structurerende stelelelementen van lijsten en uitweidingen in deze roman terugkeren. Meer algemeen blijkt uit het pak van Sjaalman belangstelling voor de wereld van het kind. Er wordt in een van de titels aandacht besteed aan kinderboeken en sprookjes. En één onderwerp is gewijd aan Rousseau, zoals bekend: een denker met uitgesproken nieuwe ideeën over de opvoeding. In Woutertje Pieterse zien we die wereld van het kind centraal staan. Het boek is dan ook een van de eerste romans in de Nederlandse literatuur waarin dit het geval is. Wouters dromen en ideeën worden belicht. Hij is een origineel, fijngevoelig kind dat niet past in de duffe, kleinburgerlijke, christelijke omgeving en het strakke 19e-eeuwse schoolsysteem. En hiermee hebben we direct het volgende punt te pakken: het onderwijs. Multatuli had geen hoge dunk van het onderwijs, zoals blijkt uit een andere titel uit het pak van Sjaalman: over het tegennatuurlijke van schoolinrichtingen. In Woutertje Pietersen werkt de auteur dit uit in een aantal hilarische passages, waarin de draak wordt gestoken met het onderwijs en dan meer speciaal met Meester Pennewip, de leraar van Woutertje. Meester Pennewip wordt als een niet al te slimme karikatuur neergezet, wiens reacties vooral zichtbaar worden door de stand van zijn pruik, die over zijn hoofd heen en weer schuift of danst. De pruik. Populair statussymbool in de 18e eeuw werd in de 19e eeuw als heel ouderwets gezien. Pennewip is een meester die houdt van systemen, maar ook van geloof en deugd. Hij heeft bepaald geen oog voor de rijke fantasie en belangstelling van Wouter en laat hem een gedicht schrijven over de deugd. Andere leerlingen hebben weer andere onderwerpen. Zo dicht Treintje Fop. Mijn naam is Treintje Fop en ik heb een muts op mijn kop. Dit gedicht stemt tot redelijke tevredenheid van meester Pennewip. De eerste regels van het lofdicht op de meester door slachters Keesje, de zoon van de slager, doen hem weer even de wenkbrauwen fronsen. De pruik schuift heen en weer. Ik citeer: Mijn vader heeft menige os de doodsteek gegeven, maar meester Pennewip is nog in leven. Einde citaat. Beter vindt Pennewip het gedicht op de godsdienst van Lucas de Wilde. Het luidt. De godsdienst is een schone zaak en geeft het mensdom veel vermaak. Pennewip en zijn pruik zijn tevreden. Maar als er een ander gedicht volgt dat hier sterk op lijkt, moet hij even nadenken. De vriendschap is een schone zaak en geeft het mensdom veel vermaak. Waarop Pennewip denkt. Ik citeer. Hm, het is mogelijk. Men ziet wel eens meer dat een denkbeeld geboren wordt in twee hoofden tegelijk. Het kan wezen. Einde citaat. Maar als er dan nog meer gedichten volgen, als. Het hengelen is een schone zaak, en ook nog dromen, bloemkool en goochelen als schone zaken langskomen, weet de pruik niet goed meer wat te doen. Ik citeer: En hield zich alsof het er niet aan ging. Einde citaat. Als Pennewip daarna het gedicht van Wouter leest, een romantisch heldhaftig roversgedicht waarin de deugd ver te zoeken is en sprake is van moord en doodslag, is het huis echter te klein. Pennewip vat het gedicht op als werkelijkheid en rent naar het huis van Wouter om daar zijn beklacht te doen en Wouter te beschuldigen van moordplannen. Ook het kleinzielige gezelschap, roddelende buurtgenoten, dat toevallig verzameld is in Huizen Pietersen spreekt schande van Wouters gedicht. Het wereldbeeld van Pennewip en de burgers in Woutertje Pietersen is doortrokken van fatsoensnormen en vooral van een dubbele moraal. Ook over dit onderwerp vinden we uitspraken in het pak van Shaman met commentaar van fatsoensrakker Droogstoppel. Ik citeer twee titels uit het pak van Shaman. Eén, over de uitvinding der kuisheid. Dit begrijp ik niet, denkt Droogstoppel. Twee, over prostitutie in het huwelijk. Dat is een schandelijk stuk. Die hadden we al gehoord. Hoe komen deze onderwerpen nu terug in Woutertje Pietersen? Op het eerder genoemde avondje bij de familie Pieterse thuis heeft zich dan al eerder een incident voorgedaan. Broer Stoffel, de schoolmeester, had de buurtgenoten, die allemaal graag vroom en fatsoenlijk willen zijn, op hun nummer willen zetten door wat Darwiniaanse vragen te stellen. Maar dat pakt anders uit. En hier zien we overigens weer het structurerend principe van de lijst opduiken in de ordening of categorisering van het dierenrijk. Zo vraagt broer Stoffel de fatsoenlijke Juffrouw Laps wat zij is. Haar antwoord luidt: Griffemeerd. Dat wil ongeveer zeggen protestant. Maar dat is niet wat Stoffel wil horen. Hij vraagt haar vervolgens wat ze is in dierlijk opzicht. Iets wat Juffrouw Laps bepaald niet bevalt. Uiteindelijk geeft hij zelf maar het antwoord. Ik citeer: Juffrouw Laps, zei Stoffel plechtig. En er was een gewichtig ogenblik aangebroken in het avondje van Juffrouw Pietersen. Juffrouw Laps, je bent een zoogdier. Einde citaat. Juffrouw Laps is woest en geschokt als ze dit hoort. Maar als de boze meester Pennewip die avond het huis binnenstormt om zijn verontwaardiging te uiten over het roverslied van Wouter, wordt ook hij geconsulteerd. En hij is het eens met Stoffel, maar stelt eerst enkele vragen om de situatie te verhelderen. Ik citeer: Hebt gij kiewen, Juffrouw Laps? Brengt gij levende jongen ter wereld? Kunt gij eieren leggen? Dat kan ze niet. Conclusie: dan zijt gij een zoogdier, juffrouw Laps. Einde citaat. En dan moet juffrouw Laps het wel accepteren. Tot zover dit tafereel. Ik vind het allemaal erg grappig. Hopelijk geldt dat ook voor u. Ook elders komt de drang tot klassificeren terug bij Meester Pennewip, die er een geheel eigen draai aan geeft. Zoals gezegd staan geloof en deugd bij hem voorop. Hij deelt alles dan ook op geheel eigen wijze in en verbindt daar ook eigen conclusies aan. Allereerst deelt hij de wereld in in twee categorieën, bezield en onbezield, waarbij het bezielde stelsel eruit ziet als een piramide. God en de engelen staan bovenaan, terwijl oesters, polypen en mosselen op de basis rondkruipen. Halverwege plaatst hij naast de koningen de schoolopzieners, heel geestig. Daaronder komen professoren en kooplieden. Weer daaronder staat een aantal andere categorieën. En Heel diep daaronder, ik citeer, vrij nabij de mosselen, had hij de zevende onderafdeling geplaatst der derde klasse van de burgerstand en in die buurt hoorde mijn held thuis. Einde citaat. Al dus de verteller in Woutertje Pietersen. Schitterend. Het kost niet veel moeite ook hier weer een lijst te onderkennen die een wereldbeeld uitdrukt, een wereldbeeld dat hier natuurlijk wordt geridiculiseerd. Meester Pennewip streeft geloof en deugd na. En kritiek op het geloof is ook een dragend thema in Woutertje Pietersen, dat zich afspeelt in een godvruchtig Amsterdams milieu. Ook in het pak van Schalman zijn verschillende onderwerpen aan het christelijk geloof gewijd. Enkele titels verwijzen naar Bijbelboeken als Job, Genesis of de apocryfe boeken. De kritische titel uit het pak van Schaalman, Over de achteruitgang der beschaving sedert de uitvinding des christendoms, waarachter tussen haakjes staat, hè? Het commentaar van Droogstoppel sluit ook mooi aan bij een scène uit Woutertje Pietersen. Dat het geloof nog voor de verteller, nog voor het personage Wouter een belangrijke rol speelt, blijkt al aan het begin van Woutertje Pietersen. Dan heeft Wouter namelijk net een exemplaar van het Nieuwe Testament verkocht. om van het geld de roversroman Glorioso te kunnen lenen bij een bibliotheek. Iets waar zijn familie natuurlijk niets over te weten mag komen. Hij leest de roman dan ook stiekem buiten op een brug in de buurt. Wanneer het toch uitkomt, is iedereen ontzet. Later in de roman wordt de weinig snuggere huisdominee gevraagd om Wouter thuis bestraffend toe te spreken. maar dan gebeurt er iets wat niemand verwacht. De dominee begint met het citeren van allerlei Bijbelteksten en noemt Wouter een zondaar die diep gevallen is. Maar als hij zijn aanklacht vervolgt met de volgende woorden: Ik citeer. Ik zeg u, zo waar de Heer leeft, dit meisje is weggezonken. roept Wouter's moeder uit: Maar dominee, Wouter is een jongen. Haar uitroep heeft echt geen enkele zin, want de dominee vervolgt zijn betoog en blijft Wouter als een meisje aanspreken en zegt. Citaat, Zij is weggezonken in een pool van ongerechtigheid. De aanwezigen, in het bijzonder juffrouw Laps, vinden het wel wat vreemd, maar denken dat de dominee via een omweg toch de juiste dingen zal zeggen. Maar dan richt hij zich opeens tot juffrouw Laps en zegt: Ik citeer: Gij hebt gehoreerd met de koningen der aarde. Ik citeer nu opnieuw een stukje, maar nu vanuit juffrouw Laps, die eerst nog wel tevreden is. Ik citeer. Tot dusver was alles goed. Het hoeren met de koningen der aarde heeft iets deftigs en schaadt niet. Einde citaat. Maar wanneer de dominee vervolgt met de koningen der aarde en met de briefbesteller die zulke dikke bakkenbaarden heeft, waarmee verwezen wordt naar de postbode, met wie Laps misschien min of meer heeft lopen flirten, dan valt ze bijna flauw. Zeker als de hulp komt melden dat de dominee dronken is en wordt afgevoerd. Kortom, het geloof brengt hier weinig beschaving. De fatsoenlijke en godsdienstige juffrouw Laps blijkt later in de roman overigens opeens toch ook te beschikken over het driftleven van een zoogdier, wanneer zij zich wil vergrijpen aan Wouter, die dan al wat ouder is. Een duidelijk geval van Me Too, zoals Elsbeth Etty al eerder concludeerde. Ik zou nog meer kunnen zeggen over inhoudelijke elementen in Woutertje Pietersen die aansluiten bij het pak van Sjaalman. Bijvoorbeeld de passages die gewijd zijn aan de verbeelding, aan fancy, een kernbegrip in het werk van Milta en meer algemeen aan de literatuur, waarin het pak van Sjaalman ook verschillende onderwerpen aan gewijd zijn. Maar de tijd begint te dringen. En voor ik mijn derde punt wil behandelen, wil ik nog melden dat in Woutertje Pietersen inderdaad ook lijsten voorkomen. Ze zijn niet zo opvallend als het pak van Sjaalman, maar wel mooi. De rij vogels die opgezomd worden in een verhaal van Ornis, bijvoorbeeld, passen in deze reeks. Ik citeer: Hij had vinken met ogen en blinde vinken. Kanarievogels, zwarte, groene en gele. Zeventien soorten van duiven, voorts, papegaaien, kakatoes, lijsters, kraaien, eksters, kippen, te veel om op te noemen, juist als de Vaderlandse Zeehelden in het schoolboek. Einde citaat. De straffen die Wouter moet krijgen zijn ook de moeite waard. Ik citeer. Water en brood, water en geen brood, brood zonder water, water nog brood, huisdominee, stoffel, habakuk, juffrouw Laps, tranen, slaag, alles te vergeefs. Einde citaat. Ik denk verder ook aan een droom van Wouter waarin zijn vriendinnetje Femke, de dochter van de wasvrouw, verschijnt in een wolk van kousen, sokken, onderbroeken, hemden en halsboordjes. Of aan de lijst beroepen die Wouter niet wil gaan uitoefenen. Ik citeer, geen schoolmeester, geen schoenmaker, geen leerling op een notariskantoor, geen bediende in een winkel, geen apothekersjongen. Vooral de enorme reeks voorwerpen die in de Amsterdamse Jodenbuurt gekocht kan worden, vooral bij de oudroesthandelaar, spreekt tot de verbeelding. Ik citeer: Daar lagen alzo doorluchtige kachels, halve kachels, fragmenten van kachels. Daar lagen eenzame poten van tangen en lemmeten van scharen, vreed gescheiden van hun tweelingen. Daar lagen onthoofde spijkers, tandeloze zagen, bijtels zonder snee, sloten zonder veer, sleutels zonder slot. Haken zonder oog, ogen zonder haak, gespen zonder tong. En zo gaat het nog een halve bladzijde door, waarna verschillende etenswaren genoemd worden, maar ook kleding, vodden, meubels, boeken, rugtitels zonder bladen, bladen zonder titel. Het lijkt wel poëzie. En Woudekje Pietersen bevat niet alleen veel opsommingen, maar de structuur van de roman is ook gebaseerd op uitweidingen. De hele roman wordt het verhaal voortdurend onderbroken door uitweidingen van de verteller. Vaak in de vorm van commentaar, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een enkel gedicht. Zoals het volgende gedicht In een droom van Wouter, waarin het wasgoed van de moeder van Femke begint te dansen, en waarvan ik u de volgende strofe niet wil onthouden. Ik citeer: Daar neigden de hemden potsierlijk en boden elkaar hun manchet. Daar danste een publiek summisetje met een onderbroek een menuet. Al met al lijkt me duidelijk geworden dat de DNA uit het pak van Shaman ook weer in deze roman Woutertje Pietersen kan worden aangetroffen. Met name gaat het om de aspecten van het centraal zelf van de wereld, van het kind, kritiek op onderwijs, religie en daaraan gekoppeld fatsoensnormen gebaseerd op een dubbele moraal. Ook lijsten en de voortdurende uitweidingen die het lopende verhaal of betoog onderbreken en zo de spanning opvoeren, structureren deze roman. Dames en heren, ik kom nu toe aan mijn derde en laatste punt en zal het kort houden. Kan de lijst ook breder als onderzoeksinstrument gebruikt worden? Mijn antwoord luidt: ja. Het kan nieuwe informatie. Opleveren om een literaire tekst vanuit deze invalshoek te bekijken, zeker in het geval van Miltatuli. Het pak van Sjaalman nodigt bijvoorbeeld uit de rol van de architectuur, de natuur of het geloof in de Max Havelaar, maar ook in het andere werk van Miltatuli te onderzoeken. En nu pik ik er zomaar enkele elementen uit. En zoals hiervoor in kort bestek al is aangestipt, werkt Miltatuli in Woutertje Pietersen thema's uit het pak van Sjaalman verder uit. Deze thema's. De lijsten en de uitweidingen in Woutertje Pietersen verdienen extra onderzoek in samenhang met het pak van Sjaalman en de ideeën. De lijst levert in ieder geval een instrument om onderzoek te doen naar de samenhang binnen het oeuvre van Multatuli. Zeker nu het werk door de lancering van Multatuli online komend voorjaar in een enkele muisklik geheel digitaal doorzoekbaar wordt. Ik beschouw het pak van Sjaalman dan ook als de sleutel tot het hele werk van Multatuli. Deze lijst geeft kostbare informatie over de thema's die Douwes Dekker op dat moment relevant vond. Het pak biedt zicht op zijn poëtica of literatuuropvatting, een poëtica die esthetiek en engagement met elkaar verbindt. Maar daarnaast is de lijst natuurlijk ook een relevant literair fenomeen dat het werk van Multatuli intertextueel verbindt met andere literaire werken uit heden en verleden. En uit verschillende culturen. Denkt u bijvoorbeeld aan de scheepsinventaris in Homerus' Ilias, de lijsten over de walvisvaart in Melville's Moby Dick, de tien plagen in de Bijbel, lijsten in het hoofdkussenboek van Saiyan Shonagon of lijsten in het werk van Virginia Woolf en James Joyce, zoals de inhoud van een la van Philip Bloom en Ulysses. Voorbeelden die ook genoemd worden door de eerder genoemde onderzoekers. In de Nederlandse literatuur voor en na Miltatuli duiken eveneens lijsten op, vaak bij dichters, denk aan Leopold van Nostdie, maar ook in het proza, bijvoorbeeld van Vestdijk, Zef Geraerts of Charlotte Mutsaars. In postmoderne literatuur is de lijst of de encyclopedie zelfs populair. De lijst kan dus ook bij de bestudering van andere werken dan die van Miltatuli een vruchtbare benadering opleveren. Tot slot de uitdaging waar we nu ook voor staan is de Max Havelaar bruikbaar te maken voor het onderwijs op middelbare scholen. Nu het werk binnenkort digitaal doorzoekbaar wordt, kan een lijst als het pak van Schaalman een goede ingang zijn voor scholieren om zelfstandig het werk van Multatuli te onderzoeken. Christian Weitz heeft de Max Havelaar ooit een onleesbare baksteen genoemd. Natuurlijk, het is niet eenvoudig voor jongeren van nu om een 19e eeuwse tekst te lezen. Maar wie zei dat onderwijs makkelijk moet zijn? Onder het motto "Decodeer de baksteen" kunnen leerlingen onderwerpen uit het pak kiezen waar hun belangstelling naar uitgaat en nagaan in hoeverre en hoe dit onderwerp in de Max Havelaar, de Ideeën, Boutertje Pietersen of andere werken terugkomt. Want al op de middelbare school kan leerlingen een onderzoeksmentaliteit worden bijgebracht, die in dit geval ook nog de belangstelling voor Milton Tully. En voor al die literatuur voor hem en na hem zou kunnen bevorderen. En dat laatste is helaas broodnodig. Dank voor uw aandacht.